We racen even door voortekens. Wat zijn voortekens? Je ziet soms wel eens van die hashtags, van die kleine beetjes staan in de muziek. Nou, dat zijn voortekens. Ik zal ze even met je doornemen. Het is namelijk zo dat een kruis, zie je hier staan, die verhoogt de noot met een halfje. Dus hij wordt een halve toon hoger. Er komt namelijk ook is achter de naam. Een mol, zo'n klein beetje, die verlaagt de noot met een halve. Er komt een S of alleen een S achter de naam. Je ziet hier een klein nootvoorbeeldje. Ik heb hier bijvoorbeeld een A. En een vies. En dat heeft te maken met het feit dat vooraan de regel een vast voorteken staat. Nou, wat zijn vaste voortekens? Die staan vooraan de regel. En die gelden voor al dat soort noten die in het stuk voorkomen. Dus stel, er staat zo'n vast voorteken op het lijntje van een F. Dan worden alle F'en in het hele stuk een vies. F met een kruis dus. Hetzelfde geldt met mollen. Als ik een mol op het lijntje van de B zet, vooraan de regel, als vast voorteken, dan geldt dat voor het hele stuk. Dan worden alle B's voor de bessen. Dus allemaal een half toontje lager. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een C met een mol ervoor. Dat heet een 6. Zo'n voorteken wat gedurende het stuk erbij komt, dat noem je een toevallig voorteken. Die staan dan toevallig ergens in de regel en die gelden alleen voor die ene maat. Maar voor de noten die erachter komen. Dus dit is een 6. Die noot die erachter komt is ook een 6. Want die mol die geldt voor de maat. De volgende maat zou ik dus een nieuwe mol moeten opschrijven. Nou, hier zie ik een herstellingsteken. Een herstellingsteken is het weghalen van zo'n mol of een kruis. Een F, een F, een E, een C, gewoon standaard, een F en een vies. Hier zie je dus een kruis verschijnen. Stel dat ze andersom zouden staan. Hier staat een kruis, dan is dit een vies. En hier staat een herstellingsteken, wordt het een F. Als er geen herstellingsteken staat, telt die voor de hele maat. Nou, nu wil je natuurlijk ook weten hoe je ze op de piano kan spelen. Dat gaat eigenlijk redelijk eenvoudig. Je weet, dit is een C, 2. Daar zit een C, 2 is het ook een C, 2 is het ook een C. Als ik dus een C met een kruis heb, dat heet dan een Cis. En dan moet ik dus een half toontje hoger. En dat is dus naar de zwarte toets toe. Hetzelfde geldt voor een E. Als ik een E met een mol heb, dat is een S. Dan heb je links van de witte toets een halfje lager is dan een S. Even samenvattend. Een kruis. Halfje hoger, I's achter de naam. Mol, halfje lager, S achter de naam. En een herstellingsteken, die haalt het weg. Vaste voortekens. Voor het hele stuk, toevallige voortekens voor één maat. Mooi, bedankt voor het kijken en tot de volgende.